Uh, twee nummers van de Stones. Ja, toeval. <tie> toeval. Hmm. Geen, uh, zij kwamen ze aanzetten met de Wedding of a Friend, denk ik dan. Jou, ja, daar kwamen. Even... Ik kwam met een uitdeekeur, dat had ik voor. Kijk, het, is, het hangt allemaal van toeval uh, aan elkaar. Want uh, Je hoort iets op de radio, en ik denk ik van ja, die is goed. Net zoals je nu bijvoorbeeld dingen op de radio hoort van shit, die had ik moeten doen. Weet je Noem eens eentje dan die je niet gedaan hebt, weet je wel, die staat wel leuk gelijk. Nou, ik hoorde uh, ik, ik, ik hoorde, uh, ik hoorde uh, van. Uh, It's, it's money that I want van, van Randy Newman. Die vond me heel te gek. Dat ik gewoon... It's money that I want. <laughs> vond me heel te gek, weet je En, en ik had ook uh, van, van uh, hoe heet die band dan weer? Relax. Don't do it. If You to Hollywood. Ghost Goes To Hollywood, met een big band. Dat was, je, achteraf denk ik dat was sensationeel. Maar goed. Hoe, uh, heb je, maar hoe heb je dan, zeg maar, dit hele project nu ervaren? Ik bedoel, je had vol, volgende week ga je optreden. Uh, hoe, heb je dat, ja. hoe heb je je, je had er nu toe ervaren? Is het iets wat je, wat, toen je de eerste, eerste reacties doet bij je kwam, dacht je, hè? Huh? je nu terugkijkt, is zoiets van, nou, het is mij... Uh... Ja, ik, gewoon, het is zo, zo snel opgenomen. Het is gewoon in een, in een week, uh, vijf dagen opgenomen. Dat is bizar. Dat is heel snel. Ik heb dertien nummers gewoon te klaar hebt in vijf dagen, weet je wel. Dan wordt er vier dagen mixen, plaatsen. Dus het is dus, dus ongekend. En uh, e, e, voor mij was het gewoon: uh, ik, 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 ik logeerde in een hotel daar 100 meter vandaan in de studio. Ik ging back af, uh, want ik, de, de band die gaat om drie of vier uur weg. Daarna is er een break en dan begin ik tussen vijf en, en negen, zo half tien, tien uur, begin ik de zang allemaal te doen. Er wordt per dag drie nummers opgenomen. En dan uh, word je helemaal binnenstebuiten gedraaid, want die gasten die hebben, allemaal, die hebben allemaal absoluut gehoor. En dan, oh, uh, je hebt twaalf. Weet je wel, dat is echt. Uh, uh, dus je uh, gaat echt kapot naar bed en zo. Maar het is voorbij voordat je het weet. En, en dan is het, weet je wel, vijf dagen in de hemel en de hel tegelijkertijd. En, uh, ja, dan is het fucking dan hooi plaatje. En plaatje denk van. Nou ja, oké, okay, dat was het dan. Weet je, afgelopen klaar. Next! Wat moet ik nou weer gaan doen? Waar moet, moet ik nou weer naartoe? Manager, ja, wat ik moet, weer moet ik met je doen? Donderdag naar de party zo? Oké. Jezus, we hebben de volgende weer. Dan moet ik al die tekst. Ik lig in bed te draaien. Van. Uh, the girl's a she broke her she broke her heart. zie a. She's a. Kut, she's a. Kut, ligt aan. Kijk hem, kijk hem. Toen kun ze voelsje bokken, woesje, hoorde maar. Ja, oké, okay, aan. Toen wilde ze voelsje bokken, woesje, houden, maar. Dus dan weer. Is dit. Lichthank. Oh ja, is is just. <laughs> kan je je iets bij voorstellen, hè? Daarom is mijn vrouw ook daar gebleven. Ja. En nu laat mij alleen. Want die zegt. Uh... Ja. Heet, heet ik kan dat... me voorstellen dat een acteur bijvoorbeeld hè, die uh, Shakespeare moet spelen of zo, dat die, dat die de hele week alleen maar gewoon door de door alleen, maar... alleen maar zo rondloopt en op de wc zit en onder de douche, continu alleen maar. Wat was, wat was dan de moeilijkste zo om te onthouden? Uh, nou, ik, had, uh, ik vond, ik vond uh, Spend the Night again, vond, vond ik heel moeilijk te onthouden. Wow. Uh, omdat Er zijn bepaalde dingen waar totaal geen logica in zit, van de hak op de tak en zo. Die zou je zelf anders schrijven. En, uh... Noem, noem ze een voorbeeld, ik wel leuk. Uh, nou ja, weet je. Kijk, het is. Noem eens je voorbeeld, wat zal Het zit allemaal. Er zit een soort van. Abba daarbij heeft het natuurlijk geschreven toen hij 22 was of zo. Maar het, het, gaat, het, gaat, het gaat om. Uh, met die teksten gaat het natuurlijk om bepaalde uh, cadans, de volgorde. Soms dan haal je de coupletjes door elkaar. Weet je, het is allemaal zo, hè? Je, 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 dan denk je van. Oh ja, dan zing je met een het verkeerd coupletje. De twee zinnetjes uit dat coupletje, dat rijmpje met dat. En uh, nou, dat, is, dat is best wel vervelend omdat euh, en het is ook echt, uh, het is echt want eh, je, je moet het niet alleen uit je hoofd leren, je moet het ook echt kunnen dromen. En dat is nu gelukt? Dat is nog niet gebeurd, nee. nee of... <laughs> dat ben ik nog niet zo ver bent. <laughs>